Goedemiddag, dit is Z2Day met vandaag een sprookje. De totaal onervaren belegger Eric Martin uit Pennsylvania doet 1 investering en wordt daarmee in 1,5 jaar tijd multimiljonair. Frederik, hoe dan? Ja, dat wil je vast weten, maar dat ga ik nu nog niet vertellen. Zijn rendement is 83.000%, dus Warren Buffett verbleekt. En paniek in de reclamewereld, want daar zijn ze hun heilige graal kwijt. Onno, wat nu? Ja, het gaat om het personaliseren van content, hè, advertenties en nieuws. Mantra van iedereen en alles in de media. Maar nu zegt de grootste adverteerder ter wereld, werkt helemaal niet. Dit is Z2Day van woensdag 10 augustus. Maar eerst, heeft u vandaag al 2 uur gesport? 2 uur, hoor ik u denken, ja. Want pas dan heeft u minder kans op kanker en hart- en vaatziekten, zo hebben wetenschappers ontdekt. En dus zijn wij, Frederik, maar vast begonnen. Aan het fietsen! Zonder handen. Jongens, kom op. Deskbikes, ze zijn vanochtend hier bezorgd. Het is bij ons op de redactie in ieder geval een enorme hit. Maar dat is misschien ook niet zo gek, want journalisten houden nou eenmaal van nieuwigheden. Dus ik weet niet of ze het over een weekje nog steeds zo leuk vinden. Maar dit is gewoon heel goed voor je. Oké, de feiten dan. Want we moeten voor onze gezondheid dus veel meer bewegen dan, dan we tot dusver altijd wisten. Hè? Ja, nou ja, het is zo, de Wereldgezondheidsorganisatie, die heeft gezegd, nou, 20 minuten bewegen, dat is goed voor je, dat is ook voldoende. Nou, 20 minuten is natuurlijk gewoon heel goed te overzien, maar dat is eigenlijk veel te weinig. Er zijn wetenschappers uit de Verenigde Staten en ook uit Australië, en die hebben 174 studies naast elkaar gelegd. Allemaal studies die gaan over de effecten van bewegen. Daar hebben ze een analyse van gemaakt. En daaruit blijkt nu dat we veel meer moeten bewegen. Veel meer dan die 20 minuutjes. Ja, en daarom is dit bijvoorbeeld goed. Want ja, uiteindelijk, hè, want waarom moeten we bewegen? Het verkleint de kans op ziektes als darmkanker, diabetes, hartklachten. Dus we maken er nu natuurlijk een beetje een grapje van door ons uit te putten op deze fietsen. Maar het gaat om iets heel serieus. Maar Frederik, ik dacht altijd 20 minuten, 25 minuten is voldoende. Ik heb vanochtend 25 minuten hard gelopen, maar daar ben ik er dus niet mee. Nee, dat vind ik ook heel stoer van je, dat je voor je werk 25 minuten gaat rennen. Maar dat is dus niet voldoende. Het is echt, we moeten echt op een dag heel veel doen. Kijk maar even mee. Dit is wat we dagelijks moeten doen. 10 minuten de trap op en aflopen, 15 minuten stofzuigen, 20 minuten tuinieren, 20 minuten rennen, daar is jouw rennen, en 25 minuten fietsen of wandelen. Dat is wat we... Zeker met een zittend beroep zoals presentatoren van RTL Z2D is dit natuurlijk ideaal. Maar wacht even, hier komt toch nooit iemand aan, een normaal mens? Nee, precies. Dat is ook, als je daarnaar kijkt, en 25 minuten rennen, wat jij deed, dat is gewoon al heel goed. Als je daarnaast ook nog altijd, stofzuigen, elke dag stofzuigen, elke dag tuinieren. Ja. Als je een baan hebt, kom je daar helemaal niet aan toe. En 10 minuten de trap op en neer lopen, dat doe ik ook niet. Nee, weet je, misschien een aantal van die dingen. Maar goed, als je een zittend beroep hebt, dan zijn er wel trucjes. We hebben nu deze deskbikes, maar er is nog veel meer. En onze verslaggever ging even uitzoeken wat je dan kan doen. Het mooiste is natuurlijk zo'n fraaie sportschool op ieder kantoor. Maar de realiteit is dit. Dat gaat niet zo heel goed hier, al die uren achter mijn computer. Maar gelukkig heb ik hier Noemia, personal trainer, die mij kan vertellen hoe ik in vorm blijf achter mijn computer. Jazeker. Nou, wat ik net eigenlijk zag, is dat je niet op de juiste manier achter je laptop zit. Ik heb daar een hele goede oefening voor, om namelijk je rugspieren sterker te maken. Dat is namelijk de eerstvolgende oefening met de elastiek. Je houdt de elastiek vast, je brengt je armen naar achteren, houdt je armen gestrekt en weer terug. Ik heb heel veel oefeningen, maar een van de oefeningen die ik ook heel fijn vind, is de wall sit. Het meest ideale bij deze oefening is als je zit, als je kan zitten, tegen een muur aan. Wat deze oefening doet, het maakt dus spieren aan de achterkant van je rug, die maakt het eigenlijk sterker. De spieren tussen je schouderbladen, die maak je sterker op deze manier. En je brengt je arm omhoog en op het hoogste punt hou je hem ongeveer 4 tellen vast. En daarna ga je weer naar beneden. Een andere oefening die je kunt doen en die we allemaal eigenlijk wel kennen, is opdrukken, push-ups. We hebben natuurlijk ook oefeningen die je kunt doen met een medicine ball. Je kunt lekker ermee spelen. Je zorgt ook even weer voor de afwisseling. Je kunt ermee draaien. Eigenlijk heel veel bewegingen maken waar je lichaam voor bedoeld is. Okay. En daarna ga je gewoon weer lekker verder met je werk.
Ja, dus heb je een zittend beroep, probeer gewoon wat van deze oefeningetjes te doen. Allemaal lukt misschien niet. En misschien voel je je wat opgelaten als je ineens push-ups gaat doen. Nou. Maar van die kleine dingetjes kun je wel proberen om gewoon wat iets meer te bewegen. En verder zijn er ook nog wat shortcuts door intensiever te bewegen. Als je nou intensiever sport, dus ga in plaats... Precies, een beetje dat. Beetje dit. Dus in plaats van rustig een baantje zwemmen, doe gewoon flink intensief de borstcrawl. Of in plaats van een beetje wandelen, doe een intensief aerobicsklasje. En in plaats van 8 uur een beetje zo paddelen achter je bureautje tijdens het werk, kun je beter de hele uitzending sprinten, lekker doorfietsen. En dan zijn wij klaar voor vandaag. Ja, daar gaan we dan. Ik hoop voor u thuis dat het er allemaal een beetje charmant uit blijft zien. Misschien moeten we thuis ook dan even fietsen of op een stepje. Of dan heeft u er meer last van. Straks in ZOD paniek in de reclamewereld. Want de grootste adverteerder ter wereld die stopt grotendeels met de gepersonaliseerde advertentie. En dat wordt nou net gezien als de heilige graal van de reclame. En is wat goed genoeg is voor de Britse Royals ook goed genoeg voor u? Dan moet u deze Land Rover hebben. Dat is de wagen waarin prins George na zijn geboorte naar huis is gebracht. Maar eerst Amazet nieuws van vandaag. Autoverkopers mogen hun klanten niet langer kostenrijk klaarmaken in rekening brengen. Dat zegt de toezichthouder, autoriteit, consument en markt. Onno, waarom? Moeten we doorfietsen? Doorfietsen. Okay. Nou, autokopers worden nu eigenlijk altijd lekker gemaakt. Vergelijk het een beetje met die vliegtickets van laatst. Of het huren van een auto met scherpe vanafprijzen. En daarna komen er allerlei kosten. Kijk maar even, de autoriteit Consumentenmarkt. Die vond bijvoorbeeld dat er ineens kosten voor transport vanaf de fabriek naar de gebruiker, naar de dealer werden gerekend. Het verwijderen van de verpakking vind ik ook zoiets goeds. En het registreren van de auto. Nou, dat soort kosten kan oplopen tot een euro of 1500 per verkochte auto. Dat vindt de autoriteit Consumentenmarkt absurd. Te veel geld. En ze willen dat de autobranche daarmee stopt. Kijk, mijn oortje gaat loszitten van de fiets. En anders volgen na november ook boetes. Hoe goed is jouw conditie eigenlijk? Heel goed. Ik begin er toch een beetje aan te twijfelen. Ik ben een echte hardloper. Geen fietser trouwens. Kijk, één vraag nog daarover. Want voor de zakelijke rijders is het toch juist wel goed dat die twee prijzen los van elkaar worden gecommuniceerd. Ja, die is gebaat bij een lage kale prijs, zoals het heet. Want daarover wordt zijn bijtelling natuurlijk gerekend, die belastingtoeslag. Daarom heeft de BOVAG ook gereageerd. En die zegt, maak nou die kosten allemaal wel inzichtelijk, maar maak er twee pakketjes van kaal en extra. En niet één prijs maken en dan iedereen is dan duurder uit feitelijk. Roompot, u kent het misschien wel, van de vakantieparken, wordt overgenomen door een Franse investeerder. Wat hij ervoor betaalt, is niet bekendgemaakt. Maar Frederik, goed nieuws. Nou ja, dat vindt Roompot in ieder geval wel. Want ze kunnen versneld groeien. Dus ze zijn daar blij mee met deze nieuwe eigenaar. 3 jaar geleden zijn ze begonnen met het bouwen van die nieuwe bungalowparken. Vooral aan de kust. Het zijn veelal oude campings en die worden dan omgevormd tot zo'n bungalowpark. Staakcaravans, ja, dat wil eigenlijk helemaal niemand meer hebben. En ook oude bestaande parken die worden opgeknapt. Want mensen willen gewoon een heel hip, modern vakantiehuisje. Wit gesaus. Lekker gepoetst. En nou ja, met dit geld, met die nieuwe eigenaar is er meer geld beschikbaar. Kunnen ze die huisjes ook sneller bouwen. En dat is voor ons misschien ook wel weer goed, want het verzorgt in ieder geval meer banen. Hè. Al die huisjes moeten snel gebouwd worden. Ja, en meer vakantiehuisjes. Dus dat is voor ons ook allemaal weer... Lekker meer keus. Precies. Iets anders dan een huiszoeking bij de centrale bankdirecteur op Curaçao vanmiddag. Onno, wat is daar aan de hand? Ja, het gaat om Elmsley Tromp. Die is directeur van de centrale bank op Curaçao en Sint Maarten. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is bij zijn huis naar binnen gegaan. Bankenwezen in op de eilanden staat onder Nederlands toezicht, hè, nog steeds. En het Openbaar Ministerie wil hiermee ondermijning, zoals ze het zelf noemen, van de bestuurscultuur op die eilanden aanpakken. En waar wordt Tromp van verdacht? Nou, er speelt al jaren daar van alles op die eilanden. Financiële malversaties, zaken die lijken op het wegsluizen van geld. Tromp is toezichthouder natuurlijk, zou moeten ingrijpen. Doet dat niet. Een bekend geval is laatst het grootste verzekeraar op de Antillen, Enya. Dat kenden we vroeger nog in Nederland ook. Die is stelselmatig leeggetrokken door de eigenaar van Enya. Hij had het moeten zien, hij heeft niet ingegrepen en nu is de maat vol voor het Nederlands Openbaar Ministerie. Na een prachtige week op Beursplein 5 hebben beleggers er vandaag een stuk minder zin in. Dirk Veenstra is daar. Dirk, hoe eindigt de AEX vandaag? Ja, in het rood. Ik kan het niet mooier maken, Eliane. Toch een verlies van zo'n 0,14%. We sluiten de dag op 452 punten en een heel klein beetje
Ja, vandaag een wat slechte dagje, vooral door de olieprijs. Die zakte ineens hard ook weg, omdat de olievoorraden in de VS veel groter waren dan verwacht. Maar goed, dat is even de dag van vandaag. Als je naar de lange termijn kijkt, dan mogen beleggers nog steeds niet echt klagen, hoor. Want ze hebben toch een keurig rendement gehaald, ondanks dat dit niet het beste beleggersjaar is. Maar toch, als je langer kijkt dan een jaar, kijk eens even naar deze grafiek. Beleggers kunnen altijd rekenen op Mario Draghi, de baas van de centrale bank. Als het probleem oplevert, dan is er altijd steun vanuit die kant. Dus dat hebben ze gedaan in 2012 met zijn Whatever It Takes, een bekende speech waarmee hij de euro toen redde eigenlijk van de ondergang. We hebben het gezien in 2015 bij het begin van het opkoopprogramma van obligaties. We hebben het zelfs gezien begin dit jaar, toen hij ineens weer zei, er komt meer steun aan. Dus het gaat echt de goede kant op met de beurzen, dankzij centrale banken. Dirk, de grafiek ontbreekt, maar de portée van jouw verhaal is helder. Vandaag een mindere dag, maar als we kijken naar de langere termijn is het een stijgende lijn. En ik vind dat toch opvallend, want ik hoor de afgelopen tijd nog niet echt florisante cijfers. Hoe verklaar je dat dan? Ja, dat is toch een beetje het dilemma waar spaarders, beleggers, iedereen die wat geld heeft, mee worstelt. Wat moet je ermee doen? Waar vind je nog rendement? De zoektocht naar rendement dwingt je bijna om in aandelen te gaan zitten. En dus gaan die omhoog, ondanks dat de aandelenbeurzen, de indices, de individuele bedrijven ook minder winst maken. In Amerika al zelfs voor het vijfde kwartaal op rij. Maar ja, je hebt geen andere keus. Hè? Als je rendement zoekt, als je daarin gaat beleggen met zulke lage rentes die je daarop krijgt, is het ook bijna een valkuil. Sparen kost je gegarandeerd geld, hè, met onze eigen spaarheffingen daarbovenop. Dus aandelen is hiervan nog een kans dat er wat groei in je spaargeld zit, of in je geld zit, wat je dus dan moet gaan beleggen. Het is gewoon, er is geen alternatief. Op het Engels, there is no alternative. Tina, dat is het verhaal. Dirk Veenstra, dankjewel. U kijkt naar Z2D met iedere dag wat u en ons bezighield op social media. Deze foto van Geert Wilders kan u vandaag niet ontgaan zijn. Verkleed als Michiel de Ruiter met de tekst Nederland terugveroveren. Dat was vragen om een storm van ludieke tweets natuurlijk. Zoals deze. Daar komen de geallieerden al. De historische foto werd eerder gemaakt voor de serie Heroes van het Veronica Magazine. Michiel de Ruiter is blijkbaar Wilders grote held. Strijdbaar en voor niets en niemand bang. Uit de tweet blijkt overigens niet op wie hij Nederland nu precies wil terugveroveren. Daarom oogst Wilders, naast grappige tweets, ook veel kritiek. In de Tweede Kamer is net een Kamerlid gevonden die 71 jaar na de Tweede Wereldoorlog nog denkt dat Nederland bezet is. Sneu. In de file staan is niemands favoriete hobby, maar het kan altijd erger. En dan hoop je nog dat het chocolade is, maar helaas, het is toch echt een mestkar. Hopelijk voor de bewoners van de straat verdwijnt die lucht weer snel. Met de pijnlijke val van Van Vleuten deze week nog op het netvlies, liet Ellen van Dijk Nederland ook goed schrikken vanmiddag. De beruchte slinger, waardoor ze in de berm belanden, raast het internet over. Gelukkig kon ze de rit nog prima uitrijden, maar belandde helaas toch net naast het podium. Deze dame was het zo beu dat al haar vriendinnen op Facebook maar foto's bleven posten van verlovingen, dat ze zelf in het huwelijksbootje is gestapt, met haar nieuwe job wel te verstaan. Ze maakte de meest iconische verlovingsfoto's samen met haar job offer. Tot gisteren wist u niet wie ze was, maar sinds vandaag is ze op Facebook al 12.000 vrienden rijker. Dat is dan een doorbraak in de strijd tegen de levensbedreigende malaria-mug. En dan ook nog van Nederlandse bodem. Op dit moment sterft er nog elke minuut een kind aan malaria in Afrika, maar dat gaat veranderen. Malaria-muggen komen af op de lichaamsgeur van de mens. En dus bedacht de Wageningen Universiteit de geurval. Met daarin een stof die net iets meer naar de mens ruikt dan de mens zelf. Die val die verspreidt een geurstroom die met de wind meegaat. Muggen die honger hebben, die zullen daar tegenin gaan vliegen. Als ze bij de val komen, worden ze naar binnen getrokken en kunnen er niet meer uit. De methode is getest op dit eiland in Kenia. De resultaten verrasten de onderzoekers volledig. Nou, het hangen van deze vallen naast 4500 huizen op Rusinga Island in Kenia heeft ertoe geleid dat de muggenpopulatie met 70% is afgenomen. Dus er zijn aanzienlijk minder muggen dan voorheen. En belangrijker nog, de malaria die neemt jaarlijks met 30% af. Dus als je deze methode een aantal jaren lang vol zou houden, dan zou die malaria elk jaar minder worden en uiteindelijk gewoon verdwijnen. Er wordt nog gezocht naar een fabrikant voor de geurval.
die minder dan 50 euro per stuk moet gaan kosten. Onno, dit is natuurlijk een enorme stap om malaria uiteindelijk uit te roeien. Was dat nou niet ook precies de missie van de rijkste man op aarde? Jazeker, van Bill Gates samen met zijn vrouw Melissa en die beroemde stichting. En ze zijn ook betrokken bij dat onderzoek uit Wageningen. Al in 2005 stapten ze in, zoals dat heet, met een bieding of een donatie eigenlijk van verschillende miljoenen. En dat onderzoek was toen al 5 jaar aan de gang. En wat ze deden in Wageningen was eigenlijk kijken hoe wij ruiken. Nou, vandaag in de studio, ja. na een half uurtje fietsen, heb je een idee. Maar dat is voor die onderzoekers ook sindsdien, konden ze dat met wat meer rust ook voor maken. En dat heeft nu tot dit resultaat geleid. Is dit het enige onderzoek dat zij gefinancierd hebben? Nee, die Bill en Melinda Gates Foundation is natuurlijk heel groot. Die hebben al meer dan $1 miljard uitgegeven de afgelopen jaren aan onderzoek. Niet alleen naar malaria, ook naar het uitroeien van polio. Dat geld gaat vooral naar voorlichtingscampagnes, maar ook naar vaccins bijvoorbeeld. Het is wel, het is trouwens wel interessant om te kijken wat zoiets nou oplevert uiteindelijk. Volgens Bill Gates zelf het volgende, want hij heeft een hele mooie tweet gemaakt daarover. Landen zien we hier die geteisterd worden door malaria. En de bedoeling is natuurlijk dat alles groen wordt. En dat betekent dat iedereen onder een bednet, zoals dat dan heet, zo'n klamboe, zo'n muskietennet, gaat slapen. En kijk eens wat er door de jaren heen is gebeurd. En Bill Gates zegt natuurlijk niet erbij dat het allemaal aan hem ligt, maar de suggestie is duidelijk. Als hij zich ergens voor gaat inzetten, Bill Gates, dan komt er meestal een bak geld mee. Hè, dat is duidelijk. Rijkste man op aarde. Maar ook een heleboel promotie, hè, aandacht voor het probleem. Dat zag je dus ook met polio. Dat is al bijna de wereld uit. Met malaria zijn we nog niet zover. Nee, hoeveel mensen overlijden er nu nog aan de ziekte? Nou, dat is nog steeds wel een groot probleem, hoor. Want je denkt, malaria, is dat niet iets van vroeger? Ja, hier wel. Maar wereldwijd zijn er in 2015 nog altijd 400.000 mensen overleden aan die ziekte. Het is wel afgelopen de afgelopen 15 jaar. Als je kijkt naar de cijfers tussen 2000 en 2015, dan zien we dat er 37% minder malaria gevallen zijn. 60% minder doden door malaria wereldwijd. Hè? En vooral die hele kwetsbare doelgroep van 5 minners. Het is echt kindjes, peuters, kleuters, baby's. Daar is toch sprake van een enorme daling. En dat is met name te danken aan muskietennetten. Hè, die bednets, de klamboes. Vaccinaties moet ik zeggen. Ja, het komt door het fietsen. Ja. En betere voorlichting. Maar Onno, toch even zo'n geurnet dat we net zagen, moet €50 kosten. Dat is voor hier natuurlijk niet zo heel erg veel. Maar als ik zie in de landen waar dat voorkomt, voor die mensen is het natuurlijk een enorm bedrag. Ja, dat ding heet een geurval. En dat kost dus €50, zou ik maar zeggen. Maar dan ben je er nog niet. Want het gaat vaak naar landen waar ook helemaal geen elektriciteit is. Er hoort een zonnecel bij, nog een adapter, een heel installatietje. Dan kom je in totaal op $120. Onbetaalbaar voor die mensen? Ja, dat is bijvoorbeeld in Kenia een kwart jaar salaris. Jeet. Dus daar moet nog wel even over nagedacht worden. Het kan zijn dat de stichting, de grote stichting, instapt met nog wat extra geld. Maar het ding is nog niet op de markt. Hè? Dus er is nog wat tijd om daarover na te denken. Oké, maar het ding is wel multi-inzetbaar, begrijp ik. Ja, dat is het mooie. En dat is eigenlijk een bijvangst van wat in Wageningen is gebeurd. Het strikt niet alleen die malaria-mug, maar ook de zogenaamde Aedes aegypti. Je weet wel, de gele koortsmug, die het Zika-virus en de knokkelkoorts verspreidt. Dus eenmaal op de markt en in grote aantallen, als die kostprijs een beetje omlaag gaat, ja, dan zou dat een oplossing voor van alles en nog wat kunnen zijn. En we spreken in dit geval ook wel van 2 vliegen in 1 klap. Nou, maar als Bill netelijke miljoenen spendeert nog een keer om voor al die mensen zo'n net te kopen, dan zijn we dus een heel eind. Ja, dan schiet het, dan gaat het echt opschieten. Onno, dankjewel. U kijkt naar ZWD. Het is het mantra van iedereen in de media- en reclamewereld. Het personaliseren van advertenties. Maar nu zegt de grootste adverteerder der wereld, dat werkt helemaal niet. Over een paar minuten graag dat zo. En fixen maar! Ja! In onze dagelijkse rubriek For Sale Today laten we u iedere dag iets moois, lelijks of gewoon iets heel erg duur zien dat vandaag te koop staat. Is dat wat goed genoeg is voor de Britse koninklijke familie ook goed genoeg voor u? En wordt u binnenkort zelf ouder en zoekt u nog een passend vervoersmiddel om uw pasgeborene in te vervoeren? Dan is deze Land Rover misschien iets voor u. Inderdaad, de wagen waarin is Royal Highness Prins George Alexander Louis of Cambridge na zijn geboorte vanuit het ziekenhuis naar huis werd gebracht. Hij kan binnenkort de uwe zijn, want dit persoonlijk eigendom van William en Kate wordt nu geveild voor een goed doel.
Het prinselijk paar heeft er 3 jaar in gereden. Of beter gezegd, ze hebben hem 3 jaar in bezit gehad. Want met nog maar 50.000 kilometer op de teller is hij niet bepaald afgeracht. En het is niet alleen een fijn karretje die met elke denkbare luxe is uitgerust. Hij is ook nog eens zeer praktisch. Want welke jonge ouder herkent het niet? U komt met de kleine achterin plotseling in onherbergzaam terrein terecht. Nou, dat is voor deze krachtpatser geen enkel probleem. Even serieus. Het is echt een goede investering, want deze auto kent geen afschrijving. Sterker nog, experts verwachten dat hij alleen maar meer waard wordt op het moment dat William en daarna George de troon bestijgen. Want dan wordt uw Land Rover van onschatbare historische waarde. U kunt online bieden tot donderdag 15 september 9:00 PM. En dan is natuurlijk de vraag, hoe hoog moet u gaan zitten? Wel nu. Voor een vergelijkbare, maar dan wel doodordinaire nieuwe Land Rover betaalt u een kleine €110.000. Maar u ontstijgt het niveau van het plebs met deze koninklijke Land Rover als u gaat zitten rond de €180.000. Stuurombouwen van rechts naar links, niet